hele goede morgen. Zoals jullie zien ben ik net wakker. Maar het is een hele speciale dag vandaag, want ik vlog vandaag 1 jaar. Yay! Dus nou, dat gaan we vieren hier in Spanje. We gaan vandaag een dagje naar het zwembad. Tenminste, als de zon een beetje door kan komen, maar ik denk het wel. Volgens mij gaat dat nu wel aardig lukken. Het had vanochtend een beetje geregend, begreep ik, maar ik heb er niks van meegekregen. En het is een beetje bewolkt. Is goed, mama is eitjes aan het bakken. Goedemorgen, mama. Goedemorgen. Lekker leven voor mijn schaapjes. Lekker. Eitjes bakken voor de kids. En eitjes koken. Eitjes koken voor de kids. En voor mezelf. En voor papa. En voor de ouders. Papa Roy zei natuurlijk weer broodjes halen. Dus die, ik kan nog vast even zeggen, kijk, hier in de kamer lig ik. En, ja, hij staat aan. Hij gaat vanzelf af. Oké. Ik zal even kijken op hoeveel die staat. Nog 2 uur, nog bijna 3 minuten. Nee, is goed. Dus, en kijk. De tafel is zo gezellig gedekt. En daar is er inmiddels de zon ook present. We zijn weer aan een ochtendwandelingetje bezig. En er zit daar een papegaai in de boom. Daar. Zo, de ochtendwandeling zit erop. En inmiddels zijn we met de bus naar het winkelcentrum aan het gaan. Want het is een beetje bewolkt vandaag. Hierachter zit Laura en daar. Hi. Was je nou aan het doen, zei je? Pokémon. Oh ja, tuurlijk, altijd. En voor jou zit daar mama. En hier hebben ze kijkroze plek. Ik kwam daarin. Kwam er een hele mooi zo'n steuntje uit naar de. Of een trapje, een treetje uit naar de stoep. Nou, dat was. Echt goed geregeld. Ik kon niet eens mijn rolstoel uit, dus dat was heel fijn. Inmiddels in het winkelcentrum aangekomen. We hebben al geluncht, maar eerlijk gezegd ben ik weer eens vergeten dat te vloggen. En nu kijken we gewoon even rond in het winkelcentrum wat er allemaal te doen is. Maar het ziet er wel mooi uit. Kijk, daar loopt de rest. Lekker ijs. Oh, is hier de lift? Ja. En hier zijn we boven. En dan heb je aan deze kant allemaal eetentjes. En hier weet ik het niet. Kijk uit. Ik wacht even, gaan jullie maar voorin gewoon. Ik wacht tot, er, tot jij er weer in bent. Pa is de kaartjes halen. Zo, we zitten inmiddels aan de haven. Ik heb vanmiddag nog even lekker wat geslapen en we hebben lekker even bij het appartement gechilled nadat we terugkwamen. Laura heeft dit uitgekozen. Ik mocht vandaag kiezen wat we gingen eten. En blijkbaar vond ze dit heel erg lekker. Want dit gaan we eten. Moesten ze in witte wijn en knoflook. Ik ben benieuwd. En doe vooraf met. En Laura, waarom heb je voor deze gekozen? Warme ham en snoepen. Waarom heb je voor deze gekozen? Nou, ik wil een keer mosselen eten. Daar heb ik zo trek in. Oh, nou, goed zo. Eet smakelijk allemaal. We hebben nu lekker gegeten. We zijn nog even een rondje aan het maken. Daar staat de rest. En we komen deze bartafel tegen. Moet je kijken hoe leuk. Dat is gewoon, denk ik, gemaakt van een paspop. En die hebben ze ondersteboven gezet, blad erop en klaar. Zo grappig. Ah, oh, een mankontje, zo zielig. De familie wil even in de rij mogen. Dus, nou, maar eens hier even een kaartje kopen. Waar gaan jullie in? Ik ga trouwens niet mee, want
Die instap is veel te hoog, dus ik ga hier gezellig filmen. Doei! Oh jee, de heren gaan die kant op en de dames gaan een andere kant op, blijkbaar. My old Jackson. Oh jee, jee. Nou, dag! Even kijken waar papa, waar Laura en mama zijn. Oh, die zitten daar. Dag! Goedemorgen. Het is alweer vrijdag vandaag. En het is nog vroeg. Maar we zijn even boodschap aan het doen. Ik ben met Wagner Roy. We zijn hierheen gelopen. Nu gaan we even voor het ontbijt nog wat dingen halen. Nee, ik hoef niet, dank je. Bijzonder. Ja, ik ben even aan het kijken. Nee, die rommel is wel lekker. Ja, maar die heb ik nog. Die is nog niet op. Ik denk dat ik deze meeneem voor oprood. Nou, ik ga de heren even achterna. We moeten nog even kaas halen. Dit is de supermarkt. Hola. Ik weet niet of ze nou kaas gepakt hebben. Nou, de boodschappen zijn binnen. Roy is aan het sjouwen. En dat is de supermarkt waar we net vandaan kwamen. Je kan nu even niet zien hoe die heet, maar Super Sol. Ik kan even inzoomen. Super Sol. En dit is dan het bakkertje waar pa en Roy iedere ochtend de broodjes gaan halen. Papa staat nu ook binnen om broodjes te halen. En dan gaan we weer terug naar mama en Laura. Nou, goedemorgen beste vloggers van Bianc. Dit is even het enige wat ze doet op de vakantie. Hier gaat haar zusje, die komt voorbij. Zusje, zeg eens wat. Arovaar. Zusje, zeg eens wat. Goedemiddag. Ja hoor, mensen zien jou ook zonder bril. Ik heb net gedoucht. We gaan vandaag Braziliaans eten, toch mensen? Ja, voor de wakker. Gezellig. En dat in Spanje. Hier nog iemand. Hallo. Laura zal 30 keer een roomtour doen. Wanneer ga je het nou doen? Ik denk morgen. Ga je het nou echt doen? Ja. Ik beloof jullie morgen. Jouw de schuld hoor, als het erin zit. Ik beloof jullie morgen een home tour. Nou, we gaan het volgen van het appartement. Weet je wat? We doen het gewoon om 5 uur in de ochtend. Ja, dat mag. Vinden jullie dat goed? Dan lig ik tot te slapen. Wat enig. Ja, enig hè. Hartstikke enig. Nou, het uitzicht is ook nog steeds enig. In de haven. Ze zijn daar aan het paracelen. Ik zal niet meer anders willen. Zit er ook het op slot? Daar. Wacht even, Lau. Nou, hoe doe je dit? Dit appartement. Nou, ja, dat weten de mensen niet, want Laura heeft nog geen roomtour gedaan. Jongens, het bevalt me prima. Ik denk dat ik hier blijf. Ik ben als ik me weggekoppeld, zeg ik kom niet meer. Ga jij wel mee terug of blijf je ook hier? Nee, ik heb nog een tijd lusje voor mezelf. Zo. Nou, vanavond mocht ik kiezen. En we zijn wel in Spanje, maar we eten Braziliaans vanavond. Lekker van die vleespies, ik heb er helemaal zin in. En wederom krijgen de heren... Ja, ik heb hem de vlag. Bier uit een wijnglas. Ik weet ook niet waarom. Ik heb wijn. En Laura heeft het laatste uit de fles. Die heeft een emmer wijn. Die gaat rollend naar huis straks. En mama zit braaf aan de cola.